Als ik houtrot zie, dan roep ik altijd houtrot zit aan de onderkant. Onderdorpels, die gaan verrot. Onderdorpels van ramen, onderdorpels van kozijnen. Altijd zitten bij de onderdorpel in de hoek natuurlijk, niet in het midden. Of er moet een stijl staan. Waar het water heen stroomt, waar, als die een klein beetje scheef is, waar het meeste water of waar de wind het meeste vandaan komt. Dat kan zomaar in één hoek ontstaan. Maar ik zeg er altijd, als het hoog zit, dan heb je lekkage. Dan zit het niet aan de normale regengedoe, maar wel aan een overtollig water dat daarboven zit. Want alles wat boven nat wordt, loopt naar beneden. Daar wordt het langste nat. En ik had nu een voorbeeld van een houtrot. Dat zat inderdaad aan de bovendorpel, maar het kwam niet door lekkage. Dus dat haalt mijn stelling onderuit. Ja, daar was ik even stil van. En toen ging ik dat bestuderen. En die luifel die was gemaakt door een timmerman. En die timmerman die had dat tegen dat kozijn aangeschroefd. Met een stukje multiplex, dus opvulling van een verschil van hoogte. En dat multiplex dat neemt heel veel water op zijn kant. Dat had het in ieder geval gedaan. En heel die bovendorpel waar die luifel toen aanhing, die is steeds verder gaan rotten. En ja, die mensen hebben dat niet in de gaten gehad. Ik heb nog gevraagd van hoe lang is het geleden dat hier een schilder geweest is. Nou, nee, niet zo lang geleden. Ik zeg, dat moet toch wel 10 jaar geleden zijn. Nee, was 5 jaar. Nou, als ik het zo inschat. Ze zaten in dat houtrot, dat pulp, dat bruine houtrot. Dat bruine schimmel heet dat ook, geloof ik. Daar zaten van die poppen. Ik weet niet van welk dier het is. Het lijkt me een vlinder of een wespen of wat dan ook. Die maken van die ronde, ja, het is prachtig hoor, wat ze dan maken. Van die ronde poppen. Het lijken net wat je vroeger wel eens had van die chemische pillen. Die kon je in hout inboren, dat was dan anti-rot. Dan boorde je een gat en dan deed ze zo'n pil. Zo'n zetpil. Lijkt op een zetpil, die druk je erin, afsmeren en dat spreidde zich, dat gif. Dan ging die dorpel niet rotten. Ik heb dat wel gebruikt. Misschien moet ik ze ergens nog een laadje leren. Maar volgens mij zijn ze niet meer in de handel, die gifpillen. Maar dat zou, ja. Maar ik denk als je goede constructie maakt en een goed hout uitzoekt, want dat hoort bij een goede constructie, het juiste hout. En dat je daar ja, niet zoveel last van hebt hoor, van houtrot. Maar meestal, dus nu ook, gaat het mis omdat de constructie niet goed is. Daar had iemand zitten vreubelen wat niet goed was. En daar gaat het hele kozijn van verrot. En dat laat ik nu zien hier. Zo, eerste stuk eruit, nou boven het glas en dan zijn we een hele eind. We maken gewoon een hele nieuwe dorpel. Nou, zo moet er aan de linkerkant ook eentje komen. En dan gaan we een soort glaslatjes of aanslaglatten maken. En die, dan kan het glas erin. Ik heb hem al vannacht erin gepast, dus hij kan erin. Dat moet lukken. Ik heb een opdeklat gemaakt voor die onderkant van dat raam. En nu heb ik een glaslat, die witte daar, heb ik erop gelegd. En dat hou ik dan als hoogte aan, anders weet ik niet hoe de hoogte uitkomt.
Dus dan ga ik met mijn schietspijkers die glasplatten tegenaan slaan. Nu zit die lat er tegenaan. Ik ga even nog meer spijkers even eraf zitten aan schieten. En dan ga ik dat glas erin zetten van binnenuit. En aan de bovenkant doe ik die oude witte glaslatten er weer tegenaan. Die zaten erin, dus die doe ik er ook weer in. Maar voordat ik dit allemaal ga doen, dan ga ik eerst even PE-band aanbrengen. En dan kijk ik hoe ik uitkom met de bovenkant. Ja. Ja, het komt natuurlijk altijd uit, want ik doe die glaslatten gewoon er tegenaan, tegen het glas. Nou, het staat er min of meer in. De laatste stukjes nog ingelijmd, dus dat moet eerst harden. En ik heb wat windowseal ramen met bruine kit afgekit. En het uitstekende randje aan de onderkant die recht is, heb ik ook de naad dichtgekit met windowseal. En dat moet een beetje opdrogen voordat ik ga verven. Dus ik was van plan om te gaan verven, maar dat laat ik denk ik toch maar zo. Er moet nog een luifel voorkomen. Die is precies de breedte van de deur en het glas ernaast. En dan als ik terugkom, dan kunnen we het afschuren en de eerste laklaag geven. Of de verflaag, de grondverf.